Welkom op de derde editie van de studiekeuzebeurs die door Belgian Student Platform wordt georganiseerd. Wat zijn uw algemene bevindingen over dit programma? Wel, ik vind het een zeer leuk programma. Hè. Vorig jaar waren we er voor een eerste keer bij. En toen was het al min of meer een groot succes. Ongetwijfeld een groot succes. En dit jaar is er nog meer volk. Is de locatie nog mooier geworden. En zit de sfeer er nog meer in. En het doet mij ontzettend veel plezier om zoveel jongeren te zien die geïnteresseerd zijn in het hoger onderwijs en willen verder studeren. Wat vindt u ervan dat allochtone studenten het initiatief nemen om zo'n programma te organiseren? Wat ik ervan vind, ik vind het een ontzettend goed programma. Ik vind het vooral zeer sterk dat ze erin geslaagd zijn om een goede samenwerkingsverband op te starten met alle universiteiten en hogescholen. En dat we in die zaken ook heel goede partners zijn geworden. Dus op dat vlak heb ik niks anders dan lof voor zulke initiatieven die heel veel instellingen samenbrengt en de nodige informatie aan de juiste mensen weet te brengen. En zijn er nog enkele adviezen die u wilt meegeven aan de leerlingen? Aan de leerlingen, zeker. Ik zou willen zeggen, kies iets dat je zeer graag wil doen. Kies niet iets dat mensen van jou verwachten dat je zou doen. Denk goed na voor je keuze, begin er snel mee. En laat je goed informeren. Er zijn ontzettend veel mensen, zoals vandaag hier ook wordt bewezen, die je met raad en daad willen bijstaan. Dus maak de juiste keuze, kies iets dat heel goed bij jou past. En zorg dat je goed gewapend aan je onderwijscarrière begint. Welkom op de derde editie van de studiekeuzebeurs die door Belgian Student Platform wordt georganiseerd. Wat zijn uw algemene bevindingen over dit programma? Ik ben Lore Bijens van KH Leuven en ik ben stafmedewerker diversiteit en gelijke kansen. En ik ben ook coördinator professionalisering. Ik ben vorig jaar ook geweest en ik ben ook uitgenodigd door de voorzitter op het diner om te spreken over deze studiebeurs. Ik vind die studiebeurs zeer hartverwarmend omdat jullie heel veel jongeren bereiken die wij niet altijd bereiken. En die wij wel vanuit diversiteitswerkingen graag willen bereiken. Ik vind het... Vanmorgen zag ik er een beetje tegenaan omdat ik dacht in mijn weekend de zesde dag op zeven. Maar als ik hier ben vind ik het eigenlijk wel een heel fijne ervaring. Wat vindt u ervan dat allochtone studenten het initiatief nemen om zo'n programma te organiseren? Ik vind het ongelooflijk dat jullie zoveel mensen kunnen mobiliseren en dat er zoveel mensen veel ambitie hebben om toch iets van hun leven te maken. En dat is wat nu nodig is in onze maatschappij. En zijn er nog enkele adviezen die u wilt meegeven aan de leerlingen? Aan wie bedoel je? Aan de toekomstige studenten. Ja, ik wil heel vaak zeggen, je gaat in bepaalde opleidingen een witte raaf zijn. Profiteren van die rol, dat is ook geen makkelijke rol, want ik denk, je kan niet incognito misschien niet studeren, in sommige opleidingen wel. Hè. Maar in bepaalde, bijvoorbeeld in het beroep lerarenopleiding of in het beroep leraar, zal het niet makkelijk zijn ik denk dat je soms alleen zal staan en veel vragen zult moeten opvangen, maar misschien is het ook leuk om een witte raaf te zijn. En ik denk wel dat we er voor openstaan nu, dat heel veel instellingen er wel klaar voor zijn om er iets mee te doen. Ja. Dank u. Welkom op de derde editie van de studiekeuzebeurs die door Belgian Student Platform wordt georganiseerd. Wat zijn uw algemene bevindingen over dit programma? Ik vind het een heel interessant programma. Opbouw van het programma vind ik ook heel leuk. Er zijn verschillende luiken aangebonden. Er is een beurs zeg maar, aan de gang momenteel. Er zijn ook een aantal workshops. En slot-evenement vind ik ook wel leuk met stand-up comedy en straks. Hè. We zullen dat graag meemaken. Hè. Wat vindt u ervan dat allochtone studenten het initiatief nemen om zo'n programma te organiseren? Ik vind het wel interessant dat dit wel georganiseerd wordt. Maar er zijn natuurlijk ook nog andere initiatieven. Hè. Dus ik zie ook de allochtone studenten graag daar op de reguliere infomomenten, zeg maar. Maar dit is ook heel leuk. En zijn er nog enkele adviezen die u wilt meegeven aan de studenten? Adviezen aan de kandidaatstudenten, aan de instromers. Ja, dat ze zich vooraf heel goed informeren hè, bij de verschillende hoger onderwijsinstellingen. En zeker gebruik maken van de infodagen. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Goedendag, ik ben Christine Renaud. Ik ben van een lokale politie, Schaarbeek, Everen, Sint-Joostenode. Ik ben commissaris en dus mijn taak vandaag is het politieberoep voor te stellen aan de mensen die eventueel bij ons zouden willen komen werken. Wat zijn uw algemene bevindingen over dit programma? Ik vind dat fantastisch. Ik heb vorig jaar al deelgenomen
En ik vind het heel goed dat men de jonge mensen voorbereidt om een uitleg te geven van alle mogelijke studiekeuzes. Ik vind dat heel goed, een heel goed initiatief. Wat vind je ervan dat allochtone studenten zo'n evenement organiseren? Ja, dat is een strikvraag. Als dat kan helpen, dat intern wordt georganiseerd, opdat de allochtone jonge mensen beter vragen kunnen stellen aan jongeren die dezelfde weg hebben afgelegd, dan vind ik het goed. Maar ik vind toch wel dat men nog altijd ook moet deelnemen aan de andere studiebeurzen die worden gegeven. Apart werken is zich een beetje terugtrekken. Maar als het kan helpen om gerichter vragen te stellen aan mensen die reeds het parcours hebben afgelegd, dan ben ik daarmee eens, ja. Zijn er nog enkele adviezen die u wilt meegeven aan de toekomstige studenten? Hier van de organisatie? Ik denk het niet. Ik heb dat vorig jaar gezien. Ik zie dat dit jaar en ik kan alleen maar vaststellen dat dat veel succes heeft. Dus het is positief. Dank u. Adviezen aan de studenten, de komende studenten. Aan de toekomstige studenten. Ja. Dus dat waren uw adviezen, uw constatering voor de mensen, de studenten die het organiseren. Maar wat zijn uw adviezen aan de rondlopende potentiële studenten? Wat zou u hen willen meegeven? Bij de politie. Politiegericht algemeen. Kan algemeen. Alles. Ja. Dat is een hele goede vraag. Ik zou hen aanraden van toch hogere studies op te starten. Want de dag van vandaag is het niet gemakkelijk om een boeiend beroep te vinden. En al vind je geen beroep in de materie dat je hebt gestudeerd, je hebt toch altijd een background die je kan gebruiken. Het zijn troeven die je hebt en troeven die je kan gebruiken om een job vast te krijgen. Dus ik raad het zeker aan. Dank u.